Nou, we hebben een aantal jaren geleden hebben wij samen met de gemeente Heerenveen dit plan opgevat om juist kantoren en voormalig postkantoor en ook ons eigen kantoor, om die in te zetten voor sociale huurwoningen en sociale nieuwbouw. En dat is ontzettend belangrijk, omdat we graag meer woningen willen toevoegen in deze gemeente waar ontzettend veel vraag is naar sociale nieuwbouw. Ja, al een aantal jaren praat onze gemeenteraad over de centrumvisie Heerenveen. En in die centrumvisie willen we kijken hoe we het centrum van Heerenveen compacter, levendiger, echt bruisend kunnen maken. Nou, het totale plan omvat 12 deelgebieden. 3 daarvan zijn relevant om hier even te benoemen. Dat is allereerst burgemeester Cuperusplein, dan het Gashoudersplein en het Ernst van Harenplein. De centrumvisie van Heerenveen hebben we samen met onze inwoners geschreven. Dat hebben we gedaan in het zogeheten G1000-proces. Een veelgehoorde wens was om het centrum van Heerenveen te vergroenen. Dat doen we niet alleen hier op het burgemeester Cuperusplein, dat doen we ook op het Gashoudersplein en het Ernst van Harenplein. En het leuke is dat er ook hier langs de woontoren een groene dakpassage komt tussen het Cuperusplein en het Gashoudersplein. Nou, we beginnen rond de zomer met de sloop van de gebouwen die hier staan. Vervolgens gaan wij in derde, vierde kwartaal starten met de bouw. En in 2024 wordt een en ander opgeleverd voor onze nieuwe bewoners. Natuurlijk gaan onze inwoners en de bezoekers van het centrum hier iets van merken. Maar om de overlast zoveel als mogelijk te beperken, gaan we het gefaseerd uitvoeren. We beginnen met de bouw van de woontoren. Vervolgens leggen we de parkeergarage aan en zodra die gereed is, verplaatsen we de Albert Heijn van het Gashoudersplein naar het Cuperusplein. Nou, we hebben echt heel goed en fijn samengewerkt met de gemeente Heerenveen. Ook de wethouder Jaap van Veen wil ik enorm bedanken ook voor zijn constructieve houding samen met ook de hele gemeente Heerenveen. College BMW en dat samen met de collega's van Woon Friesland, Team Woon Friesland, gaan we iets heel moois hier realiseren. Het toevoegen van 92 appartementen in het mooie Heerenveen.